Dan gaan we over naar het volgende onderwerp op de agenda. Dat is het gecombineerde onderwerp. Want dat is een van de beslissingen die we ook hebben genomen. Actualiteit van het lid Nanninga over de aanstaande ontruiming van het ADM-terrein. En van het lid Simons in zaken de woonbootbewoners van het ADM-terrein. En de heer Thorn neemt even mijn plaats in. Aan de orde is de gecombineerde actualiteit. Ik wil het woord geven aan mevrouw Nanninga voor haar bijdrage in eerste termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. De kwestie ADM. Forum voor Democratie maakt het politieke staartje mee van een affaire die al meer dan 20 jaar sleept. En laten we hopen dat dit ook echt het staartje is. Want de geschiedenis rond dit verhaal en rond andere kraken in de stad stemt weinig hoopvol voor de toekomst. Er is eindeloos getraineerd door de krakers. Er zijn bakken met tijd en geld van de gemeente verspild aan procederen. Er zijn festivals op het terrein gehouden die tonnen hebben opgeleverd. Veiligheidseisen en belastingafdracht rond deze festivals, waar je alleen contant kon betalen, zijn dubieus. En dan nu enorm zielig doen, omdat ze na 20 jaar gratis wonen eindelijk eens worden behandeld zoals iedere andere Amsterdammer. Die ofwel jaren moet wachten ofwel veel moet betalen voor een woonplek. En dan nog worden ze gematst met een gratis vervangend terrein. Het is de typisch linkse Amsterdamse gekte die we ook zien bij de illegale van We Are Here. Wangedrag wordt gewoon beloond door de opeenvolgende linkse of knijterlinkse, zo u wilt, coalities. Als je probeert mensen buiten de Stopera-bubbel het ADM-verhaal uit te leggen, dan is ongeloof je deel. Zo fundamenteel krom en onrechtvaardig. Dat kan toch niet zo zijn in onze hoofdstad. Maar met de aanstaande ontruiming zal Amsterdam er weer een stukje rechtvaardiger bij liggen. Maar we zijn er nog niet en daarom willen wij vandaag enkele moties indienen. Omliggende bedrijven is te verstaan gegeven dat de kraak van hun terreinen een risico is. De krakers zelf hadden het lef om daar geruststellend aan toe te voegen dat dit alleen op in hun ogen ongebruikte terreinen zou kunnen gebeuren. FVD eist bescherming van deze omliggende bedrijven via een motie. De krakers schijnen geld te hebben. Wethouder Udo Kok heeft in de commissievergadering van 1 november verklaard dit interessant te vinden. Hij zei toen, en ik citeer, de opmerking dat de ADM-groep redelijk wat geld heeft, die neem ik maar even voor kennisgeving aan. Misschien dat dat nog in de toekomst van pas komt, die informatie, als we iets van die 4 ton terug kunnen halen. Deze opmerking is om mij onbekende redenen uit de notulen gehouden, maar is op video van die vergadering nog terug te zien. Met dit in het achterhoofd dienen wij een motie in om de verhuiskosten van 4 ton om de slipvelden gebruiksklaar te maken te verhalen op de krakers. Voorts hebben wij nog een zero tolerance motie ten aanzien van de slipvelden. Wie weigert daar te gaan wonen en later, na al dan niet mislukte kraken of kraakpogingen elders, alsnog met hangende pootjes meldt, komt er niet in. En tot slot een motie in zaken de woonboten van de ADM. Alle woonschepen dienen per direct naar de bewaarhaven te worden gesleept of gevaren op kosten van de eigenaars, tenzij zij een legale ligplaats weten te vinden en kunnen betalen, zoals iedere andere Amsterdamse woonbootbewoner. Voorts en tenslotte spreken wij de hoop uit dat dit soort bestuurlijk falen als rond het ADM-terrein, dat geenszins alleen de krakers, maar vooral de opeenvolgende linkse raden en colleges te verwijten valt, voortaan tot het verleden behoort. Laat het ADM een dure les zijn. Dank u wel. Oké, dank u wel, mevrouw Nanninga. U heeft een aantal moties, hè? Ik heb een aantal moties. Of is misschien goed om op te merken, ook namens het presidium, dat de verslagen van de commissies niet woordelijk zijn en onder verantwoordelijkheid van de Griffie worden opgesteld. Dus prima. Prima. Even kijken. We hebben motie van het lid Nanninga in zaken beschermen havenbedrijven tegen kraakacties met als dictum: verzoekt het college van BMW bij melding van nieuwe kraakacties direct handhavend op te treden, tijdens en na de ontruiming van het ADM-terrein voldoende politie op de been te hebben en alle andere nodige maatregelen te treffen om nieuwe kraakacties door de ADM-gemeenschap te voorkomen. Deze motie had nummer AT. Dan hebben wij de volgende met als dictum: geen uitzonderingen te maken in het lichtplaatsenbeleid voor de woonbootbewoners van de ADM-krakers en erop toe te zien dat de woonschepen ofwel op kosten van de eigenaar naar de bewaarhaven worden vervoerd ofwel vertrekken uit de gemeente Amsterdam. Dat is dan AU. Dan hebben wij eveneens van mevrouw Nanninga een motie met als dictum: verzoek aan het college van BMW de in de brief van 30 oktober 2018 genoemde voorwaarden voor vestiging
En dan haakje openen, geen verzet bij ontruiming en het trein verlaten voor 25 december. Haakje sluiten, onverkort te handhaven. En personen die zich niet aan de voorwaarden houden, zich niet te laten vestigen op de slipvelden. Dat is dan AV. En dan hebben we de laatste in dit rijtje. Ook een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders. De kosten voor de verhuizingen voor de verhuizing en de gemaakte kosten voor het gebruiksklaarmaken van de slipvelden in Noord zoveel mogelijk te verhalen op de ADM-gemeenschap. En bij toekomstige dienstverlening aan de ADM-gemeenschap, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een nieuw trein, een factuur te sturen. De moties maken, en dit is AW, onderdeel uit van de beraadslaging. Ik zou graag het woord willen geven aan mevrouw Simons. Ik zie ook dat de microfoon nog open staat. Dus daar is waarschijnlijk wat tijd doorgetikt bij Forum voor Democratie. Maar dat verrekenen we wel. Mevrouw Simons heeft het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik moet me inhouden om niet te zeggen dat elk nadeel zo zijn voordeel heeft als de tijd hier en daar wat langer aan blijft staan. De ADM telt naast diverse gebouwen ook woonboten. En die worden geacht eveneens na de kerst het terrein te hebben verlaten, uiterlijk op 15 januari. Er is een poging gedaan om ze te herplaatsen bij de gemeenschap Nieuw en Meer aan de Nieuwe Meer in Nieuw-West. En dat is zowel door de bewoners daar als door de gemeente uiteindelijk afgewezen. Ook is ons ter oren gekomen dat het stadsdeel pas ongeveer een maand van tevoren in actie is gekomen. Dit terwijl de plek al voor het zomerreces is aangekaart. En hierdoor hebben de buurtbewoners zich dus ook geen goed oordeel kunnen vellen over de eigenlijke vraag en over de groep. De consequentie hiervan is dat er dus geen plek is waar deze mensen nu kunnen wonen en dat ze in feite worden geconfronteerd met een uithuiszetting uit hun eigen woonruimte. Immers, de dwanghaven is alleen maar voor de boten. Er is daar geen plaats voor de bewoners. En als dat te lang duurt, dan overstijgen de lichttarieven de waarde van de boten en worden de boten vernietigd of geveild. De gemeente berooft mensen daarmee dus van hun rechtmatig onderdak. Voor ons is het zonder meer vergelijkbaar met het ontruimen van woonwagenplekken, omdat ze ongewenst zijn. Dan wel het dwingen van woonwagenbewoners om een vaste plek te hebben. Het niet hebben van een vaste plek betekent dat de veelal gezinnen aan meer plekken moeten vinden. Voor telkens een paar dagen en ze moeten bovendien rekening houden met variabele reistijden naar school en naar werk. En die onzekerheid die kost nu al heel veel werkenergie. Een van de boten mag officieel niet meer varen en mensen kunnen dan niet meer in hun levensonderhoud voorzien. De ADM-bewoners, inclusief woonbootbewoners, worden zojuist nog door mevrouw Nanninga, maar ook door media en gemeente steeds meer neergezet als rechteloze outcasts. Immers, ze mogen blij zijn dat de gemeente hen een kaal stuk zand aanbiedt met 3 toiletcontainers voor ongeveer 50 personen om daar te verblijven voor een duur van 2 jaar. Dat is voor de landbewoners van het ADM-terrein dan misschien nog wel te doen, maar waterbewoners hebben bewust gekozen voor een plek op het water en nu worden ze ongeveer gedwongen om op een kaal stuk land te wonen. Na 21 jaar en soms wel langer ongestoord op het water te hebben geleefd en niemand tot overlast te zijn geweest. Al 2 jaar worden er gesprekken gevoerd tussen de gemeente en bootbewoners. Zonder resultaat, want alleen de ringvaart werd dus serieus genomen door de gemeente en helaas pas op het laatste moment ingezet. En alternatieven die zowel de landbewoners als de bootbewoners voor de respectieve situaties gaven, die stuiten op een muur van onwil en beperkte argumentatie. Dat leidt tot de volgende vragen. Mevrouw Simons, voordat u daartoe overgaat, er is mevrouw Nanninga staat bij de interruptiemicrofoon voor een interruptie. Mevrouw Nanninga, gaat uw gang. Ja, dank u wel. Nog niet alle spreektijd is weggelekt door tevreden op het knopje te drukken, gelukkig. Mevrouw Simons, u bent toch met mij eens dat deze zowel de land- als de woonbootbewoners er echt toch helemaal zelf voor hebben gekozen om 20 jaar lang onrechtmatig op andermans terrein te wonen. Dat ze mazzel hebben gehad dat ze dat 20 jaar hebben kunnen doen, maar dat op een gegeven moment aan het feest een einde komt. Mevrouw Simons. Ik ben blij dat u die opmerking over onrechtmatigheid nuanceert. Dus daar zal ik niet op reageren. Het feit is dat er een oplossing gevonden moet worden. En dan doet het er niet meer toe hoe het zo gekomen is. Alle betrokken partijen zijn verantwoordelijk. Dan zou het ook fijn zijn als alle betrokken partijen uiteindelijk die verantwoordelijkheid nemen. Ik zie een vervolginterruptie bij mevrouw Nanninga. Gaat u gang. Hoe is de gemeente verantwoordelijk? Hoe is de gemeente deze groep mensen die willens en wetens 20 jaar lang de wet overtreden? Hoe is de gemeente deze groep mensen iets verschuldigd? Dit is toch echt waanzin om te zeggen dat je de wet overtreedt en dan eisen gaat stellen aan de gemeente om dingen voor jou te faciliteren? Mevrouw Simons. Mevrouw Nanninga,
alle partijen hebben verantwoordelijkheid. En het zou fijn zijn als alle partijen die verantwoordelijkheid nemen. Eigenaar, gemeente en bewoners. De laatste interruptie van mevrouw Nanninga. Dat kunt u blijven herhalen, maar dat maakt het nog niet waar wat u zegt. Ik herhaal mijn vraag. Bent u het me eens dat je als onrechtmatig gebruiker van andermans terrein geen enkele aanspraak kan maken op diensten, faciliteiten, hulp, ondersteuning van de gemeente, die eigenlijk ineens geen eens een partij daarin is? Het is natuurlijk hier geen wedervraag mag stellen, mevrouw Nanninga, maar ik ben gewoon altijd heel erg benieuwd, mensen die zich voordoen als rechtlijnig, law and order, of die ook rekening houden met de menselijke maat. U kunt hier allerlei theorieën op loslaten. Feit blijft dat we te maken hebben met een groep mensen. We hebben te maken met een situatie die om een oplossing vraagt, en het lijkt mij belangrijk om ons op die oplossing te focussen. Ik zie ook nog een interruptie bij mevrouw Poot. Mevrouw Poot gaat de gang. Dank u wel. Ja, ik ben blij dat u aangeeft, mevrouw Simons, dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft. Ik moet heel eerlijk zeggen dat u en ik het niet eens zijn over de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Maar gelukkig zijn we het wel eens over de verantwoordelijkheid van de krakers en de woonbootbewoners. Kunt u aangeven hoe de krakers en de woonbootbewoners hun eigen verantwoordelijkheid hebben genomen? Mevrouw Simons. Zoals ik net al zei in mijn betoog, dat vooral gaat over de woonbootbewoners vandaag. Ze hebben regelmatig geprobeerd ook om in overleg een gepaste oplossing te vinden. Dat willen zij nog steeds. Daar zijn ze nog steeds toe bereid. Het gaat tenslotte om hun huis en haard. En dat lijkt mij een manier om verantwoordelijkheid te nemen. Ik zie volgens mij een vervolginterruptie bij mevrouw Poot. Mevrouw Poot gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Vindt u verantwoordelijkheid nemen niet gewoon zelfstandig op zoek gaan naar een plek waar je kan wonen, zoals iedereen dat doet, en zoals ook iedere woonbootbewoner dat doet, op zoek gaan naar een legale woonplaats voor zichzelf? Mevrouw Simons. Een gedeelte van die vraag, het op zoek gaan naar een legale woonplek, dat is dus precies wat de woonbootbewoners ook graag willen. Dan moet die plek er ook zijn. En ik begrijp dat vanuit uw perspectief iedereen, dat u daarmee bedoelt mensen zoals ik, maar ik kan u verzekeren, niet iedereen is zoals u. Mevrouw Simons, vervolgt u het betoog. Dank u wel, voorzitter. De volgende vragen liggen voor. Is het college het met ons eens dat de woonbootbewoners grote kans lopen om ongewenst en onterecht thuisloos te raken? Ziet het college het als plicht dan wel mogelijkheid om een alternatief te vinden voor de huidige ligplek? En is het college bereid het alternatief in Durgerdam serieus te nemen als ligplaats? Een van de alternatieven waar ook de bewoners, hebben aangedragen. Wil het college ambtenaren de opdracht geven om uit te zoeken de alternatieven die voorhanden liggen in samenspraak natuurlijk met de woonbootbewoners en bij gebrek aan realisatie uitstel te geven tot na 15 januari omdat mensen gewoon simpelweg in de winter een plek verdienen om te verblijven. Oké, dank u wel. Geen moties volgens mij, hè? Wel, ja, dan komt iemand die even bij u ophalen. Dat wordt dan motie AX van de leden Simons en Bakker. En dat is dan Bakker, wie van de twee? Van de Partij voor de Dieren. Zetten we dat toch even bij, hoor. Goed, motie van de leden Simons en A. Bakker in zaken de woonboten van de ADM-gemeenschap. Met het verzoek aan het college werk te maken van de potentiële ligplaatsen aan de woonbootstijger in het buitenei bij Durgerdam. Indien nodig met spoed in samenwerking met de belanghebbende bootbewoners alternatieven na te gaan om geschiktheid en het uiterste doen om de boten uit de bewaarhaven te houden, was getekend Simons en Bakker. De motie maakt als AX onderdeel uit van de beraadslaging en ik zou het woord willen geven aan mevrouw Poot voor haar bijdrage in eerste termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. En ja, ik wilde mijn bijdrage beginnen van het is ondertussen genoeg geweest. 20 jaar lang is dit terrein gekraakt geweest en gelukkig gaat het over 5 dagen teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar. De rechtmatige eigenaar die er ook voor gaat zorgen dat het terrein ontwikkeld wordt. Dat er bedrijven komen, dat er bedrijvigheid komt, dat er banen komen voor Amsterdammers. En volgens mij zouden we daar allemaal ontzettend blij mee moeten zijn. En we zijn eigenlijk ook heel blij met de inzet van de wethouder de afgelopen tijd, die wat ons betreft voortvarend en doortastend in dit dossier is opgetreden, ondanks alle hobbels die er toch ook in deze raad wel op zijn weg kwamen. En daar willen wij de wethouder graag complimenten voor geven. Voor de krakers en ook voor de woonbootbewoners is een alternatief gevonden. De slipvelden in Noord. Dat had wat ons betreft niet gehoeven.
Wij vinden dat je zelf verantwoordelijk bent voor het zoeken van een woonruimte. Sterker nog, er is zelfs ook een financiële tegemoetkoming gekomen. De velden zijn klaargemaakt. Had wat ons betreft ook niet gemoeven. Maar laten we heel eerlijk zijn, wat ons betreft in dit dossier heiligt dat nu ook wel het doel, de middelen. Dus in die zin, uitstekend dat deze mensen naar de slipvelden kunnen. Ik zie een interruptie bij mevrouw Van Soest. Gaat u gang, mevrouw Van Soest. Mevrouw Poot, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Poot, weet u dat de gemeente Amsterdam mensen daar zelf naartoe heeft gestuurd? Naar het ADM-terrein. Omdat ze niet wisten waar ze ermee naartoe moesten. Ga maar naar het ADM-terrein. En nu vindt u dat de gemeente geen enkele verantwoordelijkheid heeft? Ja, dat ze naar die slipvelden moeten. Het is te gek voor woorden. En op zo'n korte termijn. Maar goed, dat bewaar ik nog even voor mijn bijdrage. Mevrouw Poot. Ja, voorzitter, het is fijn om dat ook even te kunnen verduidelijken. Hè? Want dit klopt natuurlijk wat mevrouw Van Soest zegt. Maar ik denk dat het wel van belang is om daar ook de periode bij te noemen. Dit is namelijk meer dan 20 jaar geleden. En meer dan 20 jaar geleden, ja, wat ons betreft, kan je daar natuurlijk geen aanspraak meer op maken. Wat ons betreft, op het moment dat de rechtmatige eigenaar zei, ik wil het terrein terug en ik wil het gaan ontwikkelen, dat was wat ons betreft ook het moment, en dan vervolg ik mijn betoog, voorzitter, dat de krakers zouden moeten zeggen, oké, we nemen onze verantwoordelijkheid, we hebben een paar jaar lol gehad, maar nu gaan we echt weg. En dat is ook eigenlijk wat ik zou willen betogen hier. Beste krakers, neem je verantwoordelijkheid. Ga op zoek naar een huis, zoals iedereen in Nederland doet. Dat kan in Amsterdam zijn, dat kan ook buiten Amsterdam zijn. Laten we eerlijk zijn, het is geen recht om in Amsterdam te wonen. Ik hoop dat de krakers dit ter harte nemen. Maar stel, voorzitter, dat ze dat niet ter harte nemen. En dat er op 25 december... nog steeds mensen zich op het terrein bevinden. Kijk, de VVD vindt dat je dan ook direct moet beginnen met ontruimen. Al was het maar om te laten zien dat je als gemeente niet met je laat sollen. En nou zullen daar vast wel procedures voor zijn. En ik wil graag weten wat het kortst mogelijke tijdspad is tussen 25 december, waarop er vast en zeker nog wel mensen op het terrein zijn, en het moment dat er ook daadwerkelijk ontruimd gaat worden. Dat wil ik graag weten van de burgemeester. En daar wil ik ook een toezegging op. En ik heb anders ook een motie om dat te vragen. Dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En wat ons betreft is die kortst mogelijke termijn ook echt wel binnen 2 weken. Dank u wel, mevrouw Poort. Of ik zie nog een interruptie bij mevrouw Van Soest. Ja, oké. Okay. Mevrouw Van Soest, gaat u gewoon. Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Poort. Vindt u het een christelijke gedachte dat men voor de kerstdagen ergens maar moet gaan lopen zwerven? Of geeft u ze nog een klein beetje uitstel? Mevrouw Poot. Ja, voorzitter, ook daar is het denk ik weer goed om eventjes het tijdspad te noemen. Hè? Want begin dit jaar, dat is dus ondertussen al 12 maanden geleden, wist deze groep dat ze weg moesten. Begin dit jaar wisten ze al dat deze groep voor de kerst weg moest. En ik zou dus zeggen, en ik doe het nog een keertje, ik roep mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen. En gewoon weg te gaan. En dus ook, en dan vervolg ik mijn betoog weer, voorzitter, de uitspraak van de rechter ook gewoon te volgen. Zoals wij allemaal doen in Nederland, namelijk de uitspraak van de rechter te volgen. En dat is, je moet zorgen dat je binnen op 25 december weg bent. Ik zie nog een interruptie, voorzitter. Ja, mevrouw Simons, voor een interruptie. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ze moeten maar een huis gaan zoeken zoals iedereen. Zoals ik al zei, niet iedereen heeft de behoefte om in een huis te wonen. Sommige mensen willen bijvoorbeeld op een woonboot wonen. Maar waar moeten ze die huizen vandaan halen? Het gaat hier inderdaad over niets anders dan het tekort aan woonruimte. En u wil deze mensen de opdracht geven om voor de kerst een huis te vinden. Mevrouw Poot. Ja, voorzitter, ik zal er kort op antwoorden. Nogmaals, deze periode is al lang bekend. En het is geen recht om in Amsterdam te wonen. Ik weet heel veel plekken in Nederland waar het heel gemakkelijk is om een huis te krijgen. En ik zou de mensen dus wederom willen oproepen, neem je verantwoordelijkheid, zoek een huis. Voorzitter, ik zou eigenlijk mijn betoog even willen afmaken, want er is nog één punt wat ik eigenlijk wil maken. En dat is eigenlijk, laten we ook deze mensen behandelen zoals we ook normale mensen en normale huurders behandelen. Als jij een huis oplevert, namelijk als je je huur opzegt, zowel een private huur als een corporatiehuur, dan moet je ervoor zorgen dat je je huis leeg oplevert.
leeg oplevert. Bezem schoon heet dat. Je moet je muurtjes er weer uithalen die je erin gezet hebt. Je moet de gaten in de muur dichtmaken die je hebt gemaakt. Dat hoor je te doen. Doe je dat niet, dan word je daarvoor aangeslagen. En ik zou eigenlijk willen zeggen, laten we deze krakers behandelen als normale huurders. En zorgen dat zij ook het terrein gewoon bezemschoon achterlaten. Dus, en doen ze dat niet, laten we dan ook gewoon, net als corporaties en private huurders zeggen, daar betaal je voor. En daar hebben wij een motie voor, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Bout. Volgens mij hierover nog een interruptie van mevrouw Simons. Mevrouw Simons, gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. Ik meen mevrouw Poot te horen suggereren dat ADM-bewoners geen normale mensen zijn. Mevrouw Poot. Ja, voorzitter, ik probeer juist te betogen dat ik vind dat we deze mensen als normale mensen moeten behandelen. Namelijk, zoek een huis, zoek een baan en lever het terrein bezemschoon op. Oké, dank u wel, mevrouw Poot. Is dat een interruptie van meneer... Oh, mevrouw Simons, heeft u nog een interruptie? Ik zie meneer Ernsting ook staan, maar dan eerst mevrouw Simons voor vervolginterruptie. Dank u wel, voorzitter. Ja, nogmaals, als normale mensen, alsof het normale mensen zouden zijn, kunnen we met elkaar vaststellen dat als we over mensen praten, per definitie, dat we het dan gewoon over mensen hebben. Elk mens is een mens. Normaal, niet normaal, ik weet dat de termen zijn waar uw partij blij om is, maar ik begrijp even niet waarom er onderscheid gemaakt moet worden tussen mensen en mensen. Mevrouw Poot. Ja, voorzitter, ik heb ook geen idee waarom daar onderscheid in gemaakt moet worden. Dus ik vind het een beetje ingewikkeld. Wat ik probeer te betogen is dat ik vind dat we de krakers op dit dossier moeten behandelen als normale mensen. Als normale Amsterdammers, zoals wij normale Amsterdammers ook behandelen. Mevrouw Simons voor de laatste interruptie op dit punt. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik begrijp wat u wil zeggen. U wil zeggen, laat ik u helpen, zoals we andere mensen behandelen. Is dat wat u wil zeggen? Mevrouw Poot. Ja, mevrouw Simons. Kijk, ik vind... Natuurlijk, weet u, als u dat prettig vindt, moet u dat zeggen. Maar gelukkig ga ik over mijn eigen woorden. Mevrouw Simons, in principe is de stelregel is wel 3 interrupties per onderwerp. Dank u wel, voorzitter. Maar ik heb toch echt moeite met de kwalificatie alsof ADM-bewoners geen normale mensen zouden zijn. Ik vind dat nogal een uitspraak. Mevrouw Simons, u mag gewoon zo dadelijk, als u dat behoefte aan heeft, in tweede termijn daar nog gewoon dat zeggen naar aanleiding van de eerste termijn. Maar een interruptie is toch wel 3 keer. En vervolgens actie, reactie en u kan gewoon een tweede termijn. Ik zie meneer Ernsting. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vroeg me af of mevrouw Poot de bewoners van het ADM-terrein als Amsterdammers ziet. Mevrouw Poot. Dat is een hele goede vraag, meneer Ernsting. Want ik vraag me af of je op een gekraakt terrein je ook daadwerkelijk kan inschrijven. Ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk niet. Dus ik vind het een goede vraag van u. Meneer Ernsting. Dus kennelijk bepaalt de inschrijving of je Amsterdammer bent of niet. Nou, dat is interessant. Maar mijn vervolgvraag zou natuurlijk zijn, u zegt ook van, er is geen recht om in Amsterdam te wonen. En u zegt dus eigenlijk, deze Amsterdammers hebben geen recht om in Amsterdam te wonen. Heb ik dat correct? Mevrouw Poot. Voorzitter, op het moment dat je 20 jaar illegaal hebt gewoond. Op het moment dat een rechter zegt, je moet weg. Zoek iets anders. Dan heb je inderdaad, voorzitter, wat mij betreft, geen recht om in Amsterdam te wonen. Je mag in Amsterdam wonen, maar het is geen recht. Derde interruptie van de heer Ernsting. Nou ja, mevrouw Poot zegt dat ze 20 jaar illegaal in Amsterdam wonen. Dat is helemaal niet waar. Het kraakverbod is volgens mij ingegaan in 2010. En daarvoor was er helemaal geen kraakverbod. En was er dus eigenlijk min of meer legaal. Dus zijn het dan toch misschien Amsterdammers waarvan u vindt dat ze geen recht hebben om in Amsterdam te wonen? Mevrouw Poot. Kijk meneer Ernsting, ik probeer het kort te houden. Hè. Dit is helemaal niet relevant. Wat u opmerkt. Waar het om gaat is, deze mensen wonen hier illegaal, zullen echt zelfstandig op zoek moeten naar een andere woonruimte. En dat kan in heel Nederland zijn. En daar heb je gewoon als individu je verantwoordelijkheid voor te nemen. Mevrouw Poot, dank u wel. Had u nou een motie of niet? Ja. En dat wordt dan motie AI? Ja. AY? Ja. Dat is een motie van de leden Poot, Boomsma en Nanninga. Het zijn er 2 zelfs. De eerste... met als verzoek aan het college de procedure voor een ontruiming van het ADM-trein per direct in gang te zetten, zodat, als blijkt dat de krakers het trein op 25 december niet verlaten, er op zeer korte termijn kan worden overgegaan tot een ontruiming. Hierbij uit te gaan van het kortst mogelijke tijdspad, maar uiterlijk binnen 2 weken, de raad uiterlijk voor 28 december te informeren over dit tijdspad. De motie maakt dus onderdeel uit van de beraadslaging. En dan nog een andere motie, eveneens van de leden Poot, Boomsma en Nanninga.
verzoekt het college van BMW de schade en opruimingskosten van het ADM-trein te verhalen op de krakers. En die motie maakt als AZ onderdeel uit van de beraadslaging. Het woord is aan mevrouw Van Soest voor bijdrage in eerste termijn. Dank u, voorzitter. Voorzitter, weet u wat ik nou zo jammer vind? Is dat de mensen de geschiedenis niet kennen. En dat is namelijk in 2010 heeft de gemeente Amsterdam is op zoek gegaan naar woonruimte voor deze mensen. En dat was, zij zochten dus een woonplek in Amsterdam-Noord. En daar was toen de Noorderijplas voor bedacht. Daar zou een hele groepje naartoe gaan, want de gemeente had die haven nodig waar die woonboten lagen. Ze hebben dus op een gegeven moment, omdat de crisis kwam, dat niet meer doorgezet. En nu, nu dat de eigenaar dus plotseling zijn terrein terug wil, waar ik mijn bedenkingen bij heb, maar dat zal ik voor me houden, dan denk ik, gemeente Amsterdam, neem je verantwoordelijkheid. Jullie hebben het al die tijd goed gevonden. Jullie hebben op een gegeven moment de keer gekeken of ze verplaatst konden worden. Maar door de crisis geen doorgang heeft weten te vinden. En nu dat dezelfde mensen zijn er naartoe gestuurd. Omdat de gemeente Amsterdam niet wist wat of ze ermee moesten doen. Dan denk ik, en nu vlak voor de kerst die mensen ontruimen. Ik vind het onmenselijk en ik hoop dat u een beetje uitstel en geduld met die mensen wil hebben. En eventueel nog te gaan kijken of de mogelijkheid die toentertijd door de GroenLinks en de Partij van de Arbeid geopperd was om de mensen te huisvesten op de Noorderijplas, om dat nogmaals te onderzoeken. Okay. Dank u wel, mevrouw Van Soest. Ik zou de zaal willen verzoeken tot rust. En dan zou ik de heer Boomsma het woord willen geven. Dank, voorzitter. Ja, deze absurde situatie duurt nu al veel te lang. Maar er komt gelukkig nu binnenkort een einde aan. Met alle respect voor de inspanningen van de wethouder vind ik dat de gemeente zich de afgelopen twee decennia op een schandalige manier heeft opgesteld jegens de eigenaren van het Amsterdamse droogdokmaatschappijterrein en de bedrijven die zich daar nu willen vestigen. Echt schandalig. Eerst door te zeggen tegen die mensen, nou ga daar maar zitten. Het enige stukje van de haven waar de grond niet van de haven zelf is of van de gemeente. En daarnaast om steeds in hoger beroep te gaan tegen volkomen legitieme eisen om dat terrein weer in bezit te krijgen. Maar er ligt nu een uitspraak inderdaad van de rechter. Op 25 december moet het leeg worden opgeleverd en wat mij betreft inderdaad ook schoon en netjes. En iedereen die waarde hecht volgens mij aan de rechtsstaat, die zal vinden dat dit vonnis gewoon moet worden uitgevoerd. En inderdaad, laten we niet vergeten hoe lang dit al duurt. Deze eigenaren proberen al jaren de beschikking over deze grond terug te krijgen. En het vonnis, oorspronkelijke vonnis van de rechter, is alweer van juni 2017. Dus al die tijd weten mensen al, ze moeten weg, dit verblijf is tijdig. En het CDA heeft ook sinds die tijd steeds weer, ook richting de krakersknuffelende partijen, steeds gezegd, geef nou geen valse hoop, wees duidelijk, ook tegen de ADM-bewoners zelf, want het is ook in hun belang om nu zo snel mogelijk dit te laten doordringen en te beseffen, ja, we gaan op zoek naar een andere plek. U heeft een interruptie van mevrouw Van Soest. Mevrouw Van Soest gaat de gang. Meneer Boomsma, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat u net geluisterd heeft. Dat er heel veel schuld zit bij de gemeente Amsterdam zelf. En dat ze dus nu is eindelijk eens een keer een behoorlijke oplossing gaan zoeken voor die mensen. En ze niet zomaar op de slipvelden of weet ik van wat gaan zetten. U bent ook een christelijk persoon. Vindt u dat ze voor de kerstdagen nog even de straat op geschopt worden? Meneer Boomsma. Voorzitter, ik ben inderdaad een christelijk persoon. Ik vind wel dat de wet moet worden gehandhaafd. En ik vind ook dat deze gemeenschap al heel veel toezegging is gedaan door deze gemeente. En wat mij betreft ook te veel toezegging is gedaan. Maar in ieder geval staat voorop dat het vonnis gestand moet worden gedaan. Dus ik hoop ook, en dat is een oproep aan de burgemeester, inderdaad, om ervoor te zorgen dat dit vonnis zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. En dat het terrein, mochten de bewoners niet uit eigen beweging weggaan, want ik ga er nog steeds vanuit dat ze dat wel zullen doen. Mocht dat toch niet zo zijn, dat inderdaad dan zo snel als mogelijk het terrein wordt ontruimd. Om tegemoet te komen aan de rechtmatige eigenaren, zodat het in gebruik kan worden genomen door de bedrijven die zich daar willen vestigen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Boomsma. Zijn er nog andere leden van de raad die het woord willen voeren in eerste termijn? Dat is niet het geval. Dan zou ik graag het college het woord willen geven voor de beantwoording. En volgens mij was dat in eerste instantie de heer Kok, toch? Ja. De heer Kok, als u zover bent, heeft u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. En dat pasje vergeten, dat deed ik natuurlijk voor de suspense. Om het allemaal extra spannend te maken. Nee, alle gekheid op een stokje. Goed dat we het weer, maar wellicht ook voor de laatste keer hebben over het ADM-terrein. Wat inderdaad een lange geschiedenis heeft. Maar omdat we niet zo heel veel spreektijd meer hebben, kan ik er niet heel lang over praten. Hoewel dat wel heel verleidelijk is, geef ik toe. Ik waardeer de complimenten die mevrouw Poot mij gaf, omdat we inderdaad het college geprobeerd heeft, ik zie dat als complimenten aan het college, ook mijn voorganger is er al mee bezig geweest, geprobeerd heeft om met zoveel rust en kalmte als mogelijk dit dossier tot een goed einde te brengen. En een goed einde definieer ik dan als met rust en kalmte het terrein verlaten op de daarvoor aangegeven datum en gebruik maken van het aanbod dat de gemeente gedaan heeft, namelijk de slipvelden. En rust en kalmte betekent denk ik ook met zoveel mogelijk rust en kalmte als mogelijk het debat daarover te voeren. En tot nu toe ging dat in de commissie denk ik heel erg goed en ik hoop ook dat dat nu weer goed gaat. Ik begin maar eventjes met ik beperk me tot de moties en vragen over kostenverhaal en de woonboot en alles wat over de ontruiming gaat. Dat ligt uiteraard bij de burgemeester. Mevrouw Simons heeft vragen gesteld over die woonboten. En zij vroeg het college, kunnen wij voorkomen dat deze woonbewoners thuisloos worden? Ik denk dat zij dat zelf heel goed kunnen voorkomen en dat ook daar de verantwoordelijkheid ligt. Een feit is dat die schepen daar illegaal liggen. Een feit is dat ze weg moeten. Een feit is ook dat de gemeente een aanbod heeft gedaan, wat overigens ook voor de bewoners van het ADM-terrein geldt, namelijk de slipvelden. De woonboten kunnen daar niet heen, dat is ook al heel erg lang bekend. En dat betekent dat als ze naar de slipvelden gaan, die woonboten niet mee kunnen. De gemeente heeft, en dat gaat denk ik ook weer nog, ja, misschien wel verder dan dat sommigen lief is, maar we hebben dat toch gedaan, ook gekeken of die woonboten ergens anders zouden kunnen liggen. Maar zoals bekend, er is een groot tekort aan ligplaatsen in de gemeente Amsterdam. Het beleid is inderdaad dat er geen woonschepen meer bijkomen. En het bleek dus ook dat die plekken niet te vinden zijn. Er is even gekeken naar een plek in Nieuw-West, maar daar zaten zoveel nadelen aan, nog even los van het feit dat de omwonenden het geen goed idee vonden, dat we daar uiteindelijk van af hebben gezien. Dat bleek geen goed idee te zijn. En dus is het op dit moment inderdaad zo dat de enige mogelijkheid voor deze bewoners met die woonschepen is de slipvelden. Hoewel het natuurlijk vrij staat om een legale ligplaats in Amsterdam te vinden, maar dat is eigenlijk een beetje flauw als ik dat zeg, want we weten dat die er niet of nagenoeg niet zijn. Ik zou het althans niet zo snel weten waar er één is. Maar er is natuurlijk wel nog de mogelijkheid om buiten Amsterdam op zoek te gaan naar een legale ligplaats. Die mogelijkheid is er, meneer Kok, wel degelijk. Ik zie een interruptie van mevrouw Van Soest. Mevrouw Van Soest, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Heeft u ook de mogelijkheid onderzocht om ligplaatsen te creëren op de Noorder-IJplas? Meneer Kok. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat er is zoveel ambtelijke capaciteit en zoveel energie de afgelopen maanden in dit dossier gestoken, dat ik niet bij kan houden waar allemaal wel en wel niet naar gezocht is. Dus ik sluit het niet uit. Maar feit blijft dat de verantwoordelijkheid voor het vinden van een legale ligplaats natuurlijk bij de woonbootbewoners ligt van het ADM-terrein. En als die er niet, als dat niet kan, als dat niet lukt, dan zijn er de slipvelden. Mevrouw Van Soest, de vervolginterruptie. Zou dan uw microfoon... Ja. Dan is er een interruptie van mevrouw Simons. Mevrouw Simons, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Wethouder, hoor ik u nu suggereren dat voor Amsterdammers die hun huidige woonruimte kwijt dreigen te raken, zij zich maar buiten Amsterdam moeten vestigen, want dan hoeven we dus ook nooit meer een woning bij te bouwen. Meneer Kok. Nee, wat ik volgens mij zei, is dat als je, en dan zeg ik hem nu iets scherper, als je illegaal je woonboot ergens hebt liggen en op een gegeven moment komt daar een einde aan, dat dan de verantwoordelijkheid voor het vinden van een nieuwe woonplek bij die persoon ligt. En ja, dat zou wat mij betreft bij voorkeur in Amsterdam zijn, want het is een fantastische stad. Ik kan me heel goed voorstellen dat je daar wil blijven wonen. Alleen dat kan dan niet op een woonboot, want er is een enorme schaarste aan ligplaatsen voor woonboten. Mevrouw Simons, voor een vervolginterruptie.
Ja, mevrouw Simons, gaat gaan. Graag, voorzitter, dank u wel. Er is een enorme schaarste aan ligplekken voor woonschepen. Er is een enorme schaarste aan alle vormen van wonen in onze stad. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij niet extra, dat we die druk niet extra verhogen door mensen die nu onderdak hebben, onderdakloos te maken? Meneer Kok. Ja, voorzitter, het gaat hier om 8 woonschepen. Ik weet niet hoeveel mensen er in totaal op die woonschepen wonen, maar laat dat er 20 zijn. Ik geloof dat de druk op de Amsterdamse woningmarkt is enorm. Dus ik geloof niet dat het toevoegen van 20 extra woningzoekenden, dat de druk op de Amsterdamse woningmarkt over het kookpunt duwt. Nogmaals, het maakt ook allemaal niet zo heel veel uit. Het gaat om de vraag, bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Nou, die ligt bij die bewoners. Dat is gewoon zo. Mevrouw Simons, wilt u nee? Oké. Vervolgt u de pre-advisering, hè? Want daar was u mee. Ja, zeker, voorzitter. En dat brengt mij dan in elk geval bij de motie van mevrouw Simons, die betrekking heeft op de woonboten. Dat is motie AX. En die zouden wij dus willen ontraden om de zojuist genoemde redenen. Dan, voorzitter. Eventjes verder. Dan was er een motie van mevrouw. Ik moet even kijken hoor, er zijn veel moties. De Slipveld Noord. Ja, nog een motie van. Dat gaat dan over het kostenverhaal van mevrouw Nanninga. Dat is motie AW. De kosten voor die motie die zegt de kosten voor de verhuizing en voor het gebruik en klaarmaken van slipvelden zoveel mogelijk falen op de ADM geweest. Nou, laat maar over dit kostenverhaal het volgende zeggen. Wij zijn aan het kijken wat er mogelijk is op het gebied van kostenverhaal. Dan zou u de vraag kunnen stellen, ja, waarom niet gewoon zeggen dat we alle kosten hoe dan ook gaan verhalen. Nou, ik wil daar om juridische redenen niet te veel op ingaan, maar je moet oppassen dat je niet een vorm van kostenverhaal gaat implementeren die leidt tot rechten die je eigenlijk wil dat het niet toe leidt. Dat is een klein beetje cryptisch, maar ik hoop dat u snapt wat ik bedoel. Het verhalen van kosten kan ook leiden tot het opbouwen van rechten. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus wij zijn daar naar aan het kijken. Als wij die puzzel hebben uitgepuzzeld, dan zullen we u daar uiteraard ook over berichten. Ik heb in de commissie ook aangegeven dat kostenverhaal wel ons uitgangspunt is. En dat was overigens de aanleiding om dat te zeggen, was de opmerking dat de ADM-gemeenschap sommige mensen daar spaargeld hebben, maar dat was verder niet de reden. De intentie was om die kosten waar mogelijk, om dat als dat kan te verhalen, maar om dat zeg maar in zijn algemeenheid te gaan doen en dat hier nu te zeggen, dat is denk ik niet verstandig. We moeten goed uitzoeken welke gevolgen dat heeft. Nou, die motie die daar specifiek over gaat van mevrouw Nanninga, AW, daar staat ook nog in het dictum een tweede bullet, waardoor ik hem negatief zou willen pre-adviseren. Dat is namelijk het punt om bij toekomstige verdienstverlening aan de ADM-gemeenschap een factuur te sturen. Nou, nee, dat weet ik niet. Want voor de ADM-gemeenschap geldt nu juist hetzelfde als wat voor andere Amsterdammers geldt. Dus als de ADM-gemeenschap gebruik wil maken van de dienstverlening van de gemeente om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een broedplaats, en volgens mij wordt daar op het moment naar gekeken, ik weet dat niet precies, maar ja, volgens mij sturen we daar normaal geen factuur voor. Dus als we dat voor niemand doen, doen we dat ook niet voor de ADM-gemeenschap. Ik zie een interruptie van mevrouw Nanninga. Mevrouw Nanninga, gaat u gewoon. Dank u wel, voorzitter. Ja, duidelijk. Dat is, ik snap inderdaad wat u bedoelt met dat tweede punt. Als wij dat schrappen, verandert daarmee ook uw pre-advies? Ik heb net aangegeven dat wij op dit moment aan het onderzoeken zijn wat er mogelijk is op het gebied van kostenverhaal. Ik heb ook aangegeven dat wij, hoe zeg je dat, kostenverhaal zouden willen doen daar waar dat mogelijk is. Maar dat mogelijk kan leiden tot het opbouwen van rechten aan de andere kant. En dat we daar daarom voorzichtig mee willen zijn. Dus je zou kunnen concluderen dat als het tweede dictum wegvalt, dat de motie daarmee overbodig wordt. En zou u genoegen kunnen nemen met datgene wat ik er hier en overigens ook in de commissie over gezegd heb. Dat zou een overweging kunnen zijn. Mevrouw Nanninga, nog een volginterruptie? Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Kok, ik ben eigenlijk heel erg overtuigd en door wat u zegt en heel blij met wat u zegt. Dus wij trekken deze motie inderdaad bij deze terug. En ik ben heel blij dit uit de mond te mogen horen. Motie AW is ingetrokken. Dank u wel. Ja, dat is
de volgende. Zullen we een beetje de turbo erin gooien? Ja, want zeker, gaat zeker, er snel de respect uit hem. Even kijken. Dit, nu moet even kijken, jongens. Want dit is, ja, dit is voor de burgemeester. Even kijken, dat brengt me bij motie AZ. Gaat ook over kostenverhaal, de schade- en opruimingskosten van ADM te verhalen op de krakers. Nou, daar gaat eigenlijk hetzelfde als een motie van Boomsma, Poot, Nanninga. Eigenlijk hetzelfde als wat ik er net over gezegd heb. Dus daarmee zou ik zeggen dat deze motie, die is dan eigenlijk onverstandig, want die is nog veel stelliger dan de vorige motie. Die zegt, je moet de schade- en opruimingskosten gaan verhalen. Ja, dat zou ik in zijn algemeenheid nu niet zeggen. Ik heb gezegd dat wij daar positief tegenover staan. Dat we naar aan het kijken zijn, dat we aan het onderzoeken zijn. Maar dat ik voorzichtig wil zijn, het eerst goed wil uitzoeken. Omdat we moeten oppassen om met kostenverhaal niet tegelijkertijd rechten te geven. Dus vandaar dat we daar eerst heel goed naar willen kijken. Dat gaat over AZ. Ja, is een interruptie van mevrouw Poot. Ja, dank u wel. Kijk, waar het mij dus om ging, hè, was... Het is heel normaal dat je een terrein en een huis bezemschoon oplevert. En daar ging het wat mij betreft om. En als u zegt, net als in het debat met mevrouw Nanninga, ja natuurlijk, daar kijken we ook naar. En ik zeg u toe daarop terug te komen. Uitstekend. Ja, zeker. Het is heel normaal dat je op het moment dat er dat je daar weg moet als persoon, dat je je spullen meeneemt. Dat geldt overigens, dat is ook onderdeel van de rechtelijke uitspraak. Hè? Dus het verwijderen gaat niet alleen over het verwijderen van de persoon, maar ook de spullen moeten worden meegenomen. Nou, op het moment dat dat niet gebeurt en er zijn kosten aan verbonden, dan gaan wij kijken wat de mogelijkheden zijn voor kostenverhaal. En daar komen we op terug. Alleen om de reden die ik net heb aangegeven, zou ik daar nu met stellige uitspraken terughoudend willen zijn. Oké, okay, mevrouw. Daar komen we zeker op terug. Kijk even naar mevrouw Poot. Wilt u de... Dat gaat over AZ. U kan het ook in tweede termijn. Wilt u nog iets met de motie doen? Ik keek net even naar mijn mede-indieners en daar zie ik er eentje van. En wij zijn tevreden met deze toezegging. Ja, dus nu met de eerste indiener. Als de eerste indiener kunt u me intrekken. Dus dat doet u bij deze. Oké. Okay. Motie AZ is bij deze ook ingetrokken. Er zijn nog wat andere moties. Zijn die ook voor u, meneer Kok? Of... Is er volgens mij nog één, voorzitter? Dat gaat over AU. Van mevrouw Nanninga, en daar is het dictum geen uitzondering te maken over het lichtplaatsenbeleid voor de woonbootbewoners. Nou, daar heb ik net al iets over gezegd. Dat is ook inderdaad niet de bedoeling. En dan wordt er iets gezegd op toe te zien dat de woonschepen ofwel op kosten van de eigenaar de bewaarhaven worden vervoerd, ofwel vertrekken uit de gemeente Amsterdam. Ja, vind ik ook lastig, want dat hint ook weer op dat kostenverhaal. Ik heb net al, denk ik, heel duidelijk aangegeven dat er geen lichtplaats, voor zover ik weet, geen legale lichtplaatsen in Amsterdam zijn. Dat er een mogelijkheid is om een lichtplaats te zoeken legaal buiten Amsterdam. Dat er anders de slipvelden zijn, maar daar kan de woonboot niet heen. Dan zal de woonboot ergens anders heen moeten. En voor dat deel, als je zelf naar de slipvelden gaat, maar de woonboot niet, daar is uiteraard ook de eigenaar van die boot verantwoordelijk voor. Maar ook hier geldt, dit gaat ook weer over kostenverhaal, dus vandaar dat ik er wat terughoudend in ben om daar heel stellig over te zijn. Maar volgens mij heb ik hele duidelijke zaken gezegd over kostenverhaal en wat de intentie daar is. Dus ik kan me voorstellen dat deze motie daar ook mee overbodig wordt. En we komen daar dus nog op terug, op dat kostenverhaal. Dat gaat over AU. AU, dus AU een negatief pre-advies? Ja, negatief pre-advies, maar ik kan me voorstellen dat mevrouw Nanninga, gegeven wat ik er net over gezegd heb, ook deze terugneemt en gewoon afwacht hoe wij terugkomen op dat kostenverhaal. Dank u wel. Dat is uiteraard aan mevrouw Nanninga. U was klaar volgens mij, hè? Volgens mij wel, voorzitter. Ja. Oké. Okay. Dan zou ik zo dadelijk het woord willen geven aan de burgemeester om ook de resterende moties nog te pre-adviseren en een aantal vragen te beantwoorden. Mevrouw de burgemeester, geeft het woord. Misschien nog even uw pasje. Mevrouw de burgemeester, is het woord. Dank u wel. Dank u wel voor de vragen die u mij heeft gesteld. Zoals u alle weet heeft de rechter uitspraak gedaan en niet de gemeente besloten, zeg ik ook in de richting van mevrouw Van Soest, om op 25 december leeg op te leveren. Dan moet het ADM-terrein worden ontruimd. Dat betekent, wij zien op dit moment de verhuisbewegingen op gang komen. Mensen zijn zich ook aan het melden bij de slipvelden. Voor diegenen die niet vertrekken,
geldt dat wij op 27 december, zeg ik ook in de richting van mevrouw Van Soest, dat is dus net na kerst, de gemeente het terrein zal betreden. Daarbij geassisteerd door de politie en zal sommeren aan mensen om te vertrekken. Wij gaan ervan uit dat dat vrijwillig gebeurt en vreedzaam en dat daarmee het terrein ook leeg wordt opgeleverd. In het alleruiterste geval waarin dat niet zo is, zullen wij genoodzaakt zijn om te ontruimen. Ik ga ervan uit dat dat niet nodig is. In de richting van mevrouw Poot zou ik wel meteen willen zeggen, daarmee ook antwoord gevend op de vraag, wij doen er geen uitspraak over wanneer dat zal zijn. Want zoals u dat allicht heel graag wil weten, is er ook een groot aantal Amsterdammers die iets anders over de kwestie denkt dan u, die dat ook heel graag wil weten. Mevrouw Poot voor een interruptie. Dat begrijp ik, voorzitter. Maar waar het mij natuurlijk om gaat, is dat we niet de volle 6 weken die er maximaal over gedaan kan worden gaan gebruiken. Waar het mij natuurlijk om gaat, is dat als de 27e daadwerkelijk wordt gesommeerd om weg te gaan, we toch wel met een bepaalde mate van zekerheid tegen elkaar kunnen zeggen van nou, dat betekent ook wel dat er binnen een week tot ontruiming wordt overgegaan. Daar ben ik naar op zoek. Mevrouw de burgemeester. Ik begrijp dat u daar naar op zoek bent en daarom geef ik u ook aan dat de 27e mensen gesommeerd zullen worden door de gemeente om te vertrekken. Daarna zal eventueel, als het noodzakelijk is, overgegaan worden tot ontruiming. Ik hoop dat dat niet het geval is. Ik ga u niet vertellen op welk moment dat is. Ik begrijp dat u meer wil weten. Ik begrijp dat heel goed en toch ga ik u niet meer vertellen op dit moment. Mevrouw Poot. Dank u wel. En als we het nou eens theoretisch maken. Dus we abstraheren het even van het ADM-terrein. Het ABC-terrein. Een denkbeeldig terrein. Een denkbeeldige, daar wordt op een bepaalde datum aangezegd. En gezegd, nu gaan we starten met ontruimen. Wat is de minimale termijn die daar dan tussen zou kunnen zitten? Tussen dat bericht en een daadwerkelijke ontruiming. En mevrouw Poot, wilt u dat ik de echte burgemeester het woord geef of een denkbeeldige burgemeester op dit moment? Ik zal de echte burgemeester het woord geven. Mevrouw de burgemeester heeft het woord. Ik ga ook even aan mijn eigen identiteit twijfelen. Ja, weet u, dat is toch ingewikkeld, want dat is maatwerk. Ik ken het ABC-terrein niet. Ik weet niet wie er woont. Ik weet niet wat hun omstandigheden zijn. Ik weet niet hoe dringend de situatie is. Ik weet niet wat de eigenaren voor positie hebben. Dus in theorie, hoe graag ik ook zou willen, kan ik de vraag niet beantwoorden. Laat ik er alleen over zeggen. U weet dat het aangelegen is. U weet dat er een uitspraak van de rechter is. En ik heb u net gezegd dat we op 27 december, dus 2 dagen nadat de uitspraak van de rechter in werking is getreden, zullen sommeren. Laatste interruptie van mevrouw Poot. Ja, voorzitter, aan de echte burgemeester. En ik snap natuurlijk dit antwoord wel, maar dat is natuurlijk wel een beetje gemakkelijk. Want u begrijpt heel goed wat ik vraag. Hè? En het is eigenlijk, laat ik het dan maar de praktische vraag stellen. Stel, dat wordt op 27 december gezegd. Kan het dan procedureel dat er 28 december wordt ontruimd? Dat was de laatste interruptie, mevrouw de burgemeester. Weet u, eigenlijk begrijp ik niet zo goed waarom u hier zo op aandringt. Omdat ik namelijk een ander argument gaf. En dat argument is, wat u wil weten, willen anderen ook weten. En het is van groot belang dat ik die informatie niet geef. Daar zit toch een verrassingselement in. En dat verrassingselement hou ik in stand. Oké, dat was de laatste interruptie. Het is toch 3, hè? Ja. Dus ja, u mag blijven staan natuurlijk, maar ik zou wel de burgemeester willen vragen om verder te gaan met de beantwoording en de pre-advisering. Dan wilde ik eigenlijk overgaan tot de moties. Ik moet nog een advies geven over motie AT van het lid Nanninga. Daarin wordt het college verzocht bij melding van nieuwe kraakacties direct handhavend op te treden. Laat ik u daarover zeggen. Er geldt altijd dezelfde procedure. De eigenaar moet aangifte doen en daarna is het Openbaar Ministerie aan de zet en zal de gemeente vervolgens naar bevind handelen. De tweede liggend streepje in het dictum
luidt tijdens en na de ontruiming van het ADM-terrein voldoende... Ja, weet u, dat is natuurlijk gewoon aan de politie. Om te beslissen hoeveel politie daar aanwezig moet zijn, wat noodzakelijk is. En laat ik nogmaals zeggen, ik hoop echt dat we niet tot een ontruiming hoeven over te gaan, omdat ik dat heel onwenselijk vind. Maar gezien het dictum moet ik negatief adviseren. Dan is er motie AV van u. Die luidt... Ja, de in de brief van 30 oktober genoemde voorwaarden voor vestiging onverkort te handhaven en personen die zich niet aan die voorwaarden houden zich niet te laten vestigen. Als u daarmee bedoelt dat mensen die met een hardhandige ontruiming moeten worden verwijderd, die kunnen inderdaad niet meer naar de slipvelden. Als dat is wat u bedoelt, dan volgen we de motie. Dan... Als laatste nog, ja, de motie van mevrouw Poot, Boomsma en Nanninga. Daar heb ik eigenlijk al antwoord op gegeven. Dat is de motie naar tijdspad. AY of niet, volgens mij? AY, excuus. En die motie moet ik helaas ontraden. Oké, dank u wel. Volgens mij heeft u ze dan allemaal gehad. Dan zie ik nog een... U bent nog ingelogd, denk ik, mevrouw Poot, want u was de laatste die daar was. Dan kan het zonder pasje. Mevrouw Poot voor een interruptie. Ik denk toch nog kijken hoe we bij elkaar kunnen komen. Hè? Want kijk... Volgens mij zijn we helemaal niet uit elkaar. Kijk, nou, dat begint al goed. Ik zoek namelijk ook nog een beetje... Want ik snap wat u zegt. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de motie handhaaf. Maar ik zit wel even te kijken. We kunnen namelijk ook achteraf gewoon nog eens even terugkijken. En ook achteraf terugkijken van, oké, wat is er nou gebeurd en welke afwegingen zijn er gemaakt? Kunt u dat toezeggen? Nou, burgemeester, kunt u dat toezeggen? Vanzelfsprekend wil ik er achteraf met u op terugkijken. Dat hoort volgens mij bij fatsoenlijk beleid. Is dat je even, zeker op een toch voor mensen ook ingrijpende beslissing, dat je daar even met elkaar over nadenkt of je de juiste keuzes hebt gemaakt. En laat ik u ook nog zeggen, kijk, ik weet dat de beslissing in de stad bij verschillende groepen emotioneel ligt. Ja, dat daar heel verschillend over wordt gedacht. Maar dat wij vanuit de driehoek, en dat is eigenlijk ook wat u volgens mij in het eerste liggende streepje zegt, al enige tijd bezig zijn met overleg over hoe wij kunnen handhaven. Want wij zijn ons ervan bewust dat we uitvoering moeten geven aan de rechterlijke uitspraak. En dat zullen we doen. Oké. En dan neemt u wel het initiatief daartoe, mevrouw Poot, voor die toezegging die nu is gedaan. Om het weer te evalueren, want u vroeg dat. Dan hoeven we hem niet op de toezeggingen te laten. Nou, voorzitter, eigenlijk ga ik er altijd vanuit dat als er een toezegging wordt gedaan, dat dat dan bij mij op teruggekomen wordt. En dat ik dat niet als initiatief... Maar dan plaatsen we... Maar wat verwacht u dan? Want u vraagt om een toezegging. En normaal plaatsen we toezeggingen op een toezeggingenlijst. Ja. Dus ik vroeg om een toezegging. Ja. Om... Burgemeester. Laat ik u gewoon een concreet voorstel doen, want dat had ik niet gedaan. Ik zal na afloop een brief aan u schrijven, waarin ik het proces, vertrek van de mensen van het ADM-terrein, even met u beoordeel. Dan staat dat bij deze genoteerd als toezegging. En dan zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. Is er nog behoefte aan een tweede termijn aan de zijde van de raad? Dat is het geval bij de heer Van Lammeren. De heer Van Lammeren heeft het woord voor een tweede termijn. Voorzitter, dank u wel. Ja, dit is natuurlijk een lastig dossier. Omdat we in een stad wonen waar enorme vraag naar woningen is. En... Het is natuurlijk ook een lastig dossier, omdat je hebt van mensen die zeggen, ja, maar ze zitten illegaal, want het is gekraakt. Het is gekraakt terrein, het is van een eigenaar. En we hebben andere mensen die zeggen van, ja, maar er was een kettingbeding. Ze zijn er zelf naartoe gewezen, ze zitten er al 20 jaar. Het feit is, het doet er niet toe. Het feit is dat wij moeten dealen met de situatie die wij nu hebben. En het feit is dat wij moeten waken dat we dit soort situaties laten ontstaan. Partij voor het Dieren is enorm trots dat Amsterdam de lijn heeft dat wij niet ontruimen voor leegstand. En dat zal de Partij voor de Dieren altijd blijven ondersteunen. Maar het ADM-terrein ligt natuurlijk anders. Er ligt een gerechtelijke uitspraak.
En ik snap de motie van de VVD niet, helemaal. Van, ja, dan moet u meteen ontruimen. En ik vind dat de burgemeester daar hele verstandige zinnen over zegt. En de alle verstandige zin vind ik, wij hopen dat het niet tot een ontruiming hoeft te komen. Maar dat is ook een oproep aan de mensen op het ADM-terrein zelf. Want het laatste wat we willen is natuurlijk politiegekletter bij het ADM-terrein. Over de moties kan het kort zijn. Wij steunen geen van de moties, behalve de motie van mevrouw Simons en van ons. Om nog één keer te kijken. Ja, dat is vrij logisch. Hoewel ik vandaag wel andere dingen gezien heb, hoor. Maar ik zal u uitleggen waarom we dat hebben gedaan. Wij willen die woonbootbewoners echt een kans geven om in deze prachtige stad te wonen. Daar zitten natuurlijk voorwaarden bij. Dat betekent dat ze, als er een plek zou zijn, ja, daar zal je waarschijnlijk voor moeten gaan betalen. Dat vind ik niet meer dan normaal, want dat moeten andere mensen die met een woonboot ergens gaan liggen ook. Maar ik wil wel die inspanning doen. En dat is lastig binnen de Amsterdamse gemeente. Dat is, hè, en daar kwam ook een opmerking van de andere raadslid van, ja, dan kun je ook buiten de gemeente kijken. Het is niet dat we Amsterdammers willen wegjagen, maar het moet wel kunnen. Maar ik wil echt dat de gemeente nog een keer alles op alles zet om te kijken of ze deze woonbootbewoners ergens legaal kunnen plaatsen. Want uiteindelijk slaapt dat, denk ik, ook beter voor die woonbootbewoners. En over dit hele dossier, de gemeente heeft hier ook schuld. Als wij situaties 20 jaar laten bestaan, dan heb je een verantwoordelijkheid. Dat kun je leuk vinden of niet, maar die heb je natuurlijk wel. Maar alle partijen hebben een verantwoordelijkheid. Sommigen wat meer, sommigen wat minder. Maar het doet er niet toe. De situatie moet zo goed mogelijk worden opgelost. En ik hoop echt van ganse harte dat we niet tot een ontruiming komen. En speculatie met woonruimte in deze stad is uit ten boze. Want speculatie is groot kapitaal en daarom rechtvaardigt dat kraken. Dank u wel. Okay, dank u wel, de heer Van Lammeren. Is er nog behoefte aan de zijde van het college om hierop te reageren? Nee? Dan was dat de tweede termijn van de zijde van de raad. Dan gaan wij volgens mij stemmen. Wij hebben in totaal, er zijn ook weer wat moties ingetrokken. De moties die ik hier nog heb zijn de moties AT, AU, AV, AX en AZ. En AY, excuses. Die moties zal ik in stemming gaan brengen en ik druk nu even op de gong om de stemming subtiel aan te kondigen. Eens even kijken, zijn er nog stemverklaringen? Ja, mevrouw Nallinga. Ja, dank u wel, voorzitter. Ondanks de zeer geruststellende woorden van wethouder Kok trekken wij motie AU niet in en stemmen wij derhalve ook voor. Omdat wij vinden dat het, als je auto wordt weggesleept, dan moet je daar ook gewoon zelf voor betalen. Dus we vinden dat niet strijdig dat dat plichten zou scheppen naar de bewoners toe. Als we eisen dat het wegslepen gewoon in rekening wordt gebracht. Oké, okay, dank u wel. Verder nog stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan breng ik in stemming. Allereerst motie AT. Willen alle leden die voor motie AT zijn nu gaan staan? De motie is met de stemmen van de VVD, Forum voor Democratie en CDA voor verworpen. Dan breng ik in stemming motie AU. Willen alle leden die voor motie AU zijn nu gaan staan? Daarvoor hebben gestemd de leden van de VVD, Forum voor Democratie, CDA, ChristenUnie, motie is verworpen. AV, willen alle leden die voor motie AV zijn nu gaan staan? Daarvoor hebben gestemd VVD, Forum voor Democratie en het CDA, de motie is verworpen. Motie AX, willen de leden die voor motie AX zijn nu gaan staan? Dat is Partij voor de Dieren. Alleen Partij voor de Dieren en mevrouw Van Soest, de motie is... Ik zag het al bijna gebeuren. Saved by the bell. Goed. En mevrouw Simons, die ook voor haar eigen motie stemt. Kijk, de motie is desondanks toch verworpen. En motie AY. Willen alle leden die voor motie AY zijn gestaan? Daar hebben voor gestemd de leden van de VVD, Forum voor Democratie, CDA. Motie is verworpen. Dan zijn wij aan het einde gekomen van deze gecombineerde actualiteit. En volgens mij wil de